Ja, vrienden, ik heb het jullie wel eens verteld gewoon. Dat ik ben voor Feyenoord. Ja, dat ja, ja. En van jongs af aan al en altijd, ja, ik ben voor Feyenoord. Maar er is een enorm verschil dat je voor Feyenoord bent of dat je een Feyenoorder bent, een echte Feyenoorder. En dat ben ik niet, vrienden. Ik ben niet een echte Feyenoorder. Nee, ik kan soms wel eens... Ja, dat is heel iets anders. Een echte Feyenoorder, die kan geen woord, geen letter kritiek verdragen over Feyenoord. Nee, als Feyenoord slecht speelt, dan is dat niet zo. Nee, dat maakt niet uit. Een echte Feyenoorder, die kan nog echt helemaal uit zijn plaat gaan en helemaal door het dak... Als hij in de laatste minuut met 1-0 van Volendam wint. Ja. En Feyenoord heeft dan heel matig tot slecht gespeeld. Daar zit een echte Feyenoorder niet mee. Want het gaat hem om de 3 punten. Klaar. En Feyenoord blijft daarmee dan bovenaan staan. En dat is het enige dat telt. Het gevoel van een Feyenoorder. Vrienden, dat onmetelijk diep gaat dat. Ja, het is onvoorwaardelijke trouw aan de club. Dat is een Feyenoorder. Ja, en ze leven met alles mee, voor- en tegenspoed, maar vooral in tegenspoed en dan lijden ze. Een Feyenoorder, een echte Feyenoorder, die gaat door hele diepe dalen. Vooral als het dan seizoenen niet mee zit en het gaat in Amsterdam of in Eindhoven heel erg goed. Ja, dan zie je ze helemaal in elkaar krimpen. Maar alweer als er van Ajax, oh ja, een keertje wordt gewonnen, dan schieten ze vol. Dan krijgen ze tranen. Dat houdt hun hele dag en hun hele leven bezig. Dat is een echte Feyenoorder. Die zie je lopen voor een wedstrijd bij het stadion. En dan komt hij daar met zijn zoontje en met een sjaaltje om. En een dingetje aan, een shirt aan. En de hoop in zijn ogen dat het weer goed mag komen vandaag. En dat is een Feyenoorder. En dan eens in de week, of hoe vaak ze dat tegenwoordig ook doen, dan gaan ze naar de Kuip. En dan willen ze elkaar laten weten, wij zijn één. Wij zijn Rotterdam. Het is die enorme saamhorigheid van de Feyenoorders. Ja, om dat iedere keer aan elkaar weer te bevestigen. Ja, want je ziet dat ook terug in de kleuren. Want het is niet alleen het rood-wit van Feyenoord. Het is ook het groen-wit van de stad Rotterdam. En dat willen ze gewoon aan iedereen laten weten. En als ze dan ook één staan, weet je, in de Eredivisie, dan is het ook van... Ja, wij tellen ook mee. Aan Nederland laten weten. Hier zijn wij. Wij zijn... Ja, wij zijn Rotterdam. Ja, en dat is een echte Feyenoorder. Die enorme trots op de stad Rotterdam. En dat telt allemaal, vrienden. Dat speelt allemaal mee. Het is veel en veel meer dan het voetbal, beste mensen. En dat kun je ook elke thuiswedstrijd kun je dat horen. En daar gaat het om, hè. Als je goed oplet. Want dan pingpongt dat zo door het stadion. En dan weet je dat ze daar in die verbondenheid bij elkaar zijn. En dan gaat dat zo heen en weer. Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat niet horen dan? Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat niet horen dan? Ja, en dat is zo mooi. Ja. En dat zijn de echte Feyenoorders. En voor hun, voor die Feyenoorders, is het vandaag een prachtige dag.